glittertjes erbij. En dan gaan we koken. Erwtensoep maken voor 4000 nieuwjaarsduikers. Dat vergt behoorlijk wat voorbereiding. Chef Nieuws Gouda is verantwoordelijk voor die honderden liters snert. Dit zijn de drie pannen, dat is 50 liter. Dus reken maar uit, hè. Dat moeten we nog 10 keer doen. Na de frisse duik in het Egmondse zeewater, die dit jaar waarschijnlijk een stuk minder koud zal zijn dan anders, staat er voor de duikers een kopje warme soep klaar. Dit jaar hadden we bij de caspaccio kunnen hebben, met het weer. Koude soep. Maar aan de andere kant, de soep is altijd lekker. Dus het is, als je uit het koude water komt, dan heb je gewoon trek in iets warms. Dus dat maakt niet uit. Naast de vele voorbereidingen is het ook nog hard werken op de dag zelf. Eigenlijk is het een hele hectische dag. Plus dat iedereen niet even fris is zoals altijd. Dus dat scheelt ook weer natuurlijk. Katertjes. De mensen die aan zijn kraampje komen, zijn ook al een hele belevenis op zich. Sommigen lopen in een pyjama, die komen net uit bed, half brak. En, dat je denkt van, gaat het wel goed met je? En, tot gewoon de oudere mensen die het doen voor de sport of voor de uitdaging. Ja, het is echt heel druk straks voor mijn kraampje. Echt heel erg druk. Goed joh. Dat is heel lekker. Dan rijden we richting Ankerveen. Ik kan mij herinneren dat we een aantal jaren zelfs achter elkaar hebben kunnen schaatsen natuurlijk. Ja, ja, ja. Vorig jaar had het natuurlijk een hele zachte winter. Ja. En dit jaar leek het er ook op dat het een hele zachte winter zou worden. Ja. Maar opeens is het omgeslagen. Eigenlijk net naar de kerst, naar de groene kerst. Ja. Werd het een winterse periode. Nou ja, winters. Ik bedoel, als er 5 centimeter sneeuw valt, ligt heel het land plat. Schiphol heeft de vluchten gecanceld. Maar je zag het zaterdag, 10 centimeter sneeuw in Zeeland. Het heeft 5 keer zo'n regen. Ja, onzin. Moet je in andere landen komen, in Canada of in Zwitserland. Nou, daar lachen ze erom. En hier staan we op onze achterste benen. Schut af hier. Oh, wat scheuren. Dit breaks. Holy shit, holy crap, oh my goodness, In ieder geval, dat was natuurlijk prachtig, hè? Die paar jaar vanaf, ik weet het niet eens meer, 2010, 11, 12, 13 ook nog, geloof ik. Ja. Oei, dit is een rotonde, Ruud. Ja, dat snap ik. Er liggen nog wat brokjes hier, kijk, brokjes sneeuw. Heb je winterbanden? Ja, nou ja, een soort van. Ja, nee. En, ja, dat is natuurlijk bij die molen, dat is natuurlijk prachtig schaatsen. En als je dan de eerste dagen komt en je hebt zwart ijs, ja, dat is fantastisch. Maar kom je... Wat is zwart ijs? Nou ja, zwart hard ijs. Hè. Dus dan heeft het hard gevroren. Nee. Het heeft niet gesneeuwd. Er is geen opvries van sneeuw op het ijs geweest. En het is dat donkere, dat noemen we zwart ijs zonder scheuren. Ja, dat is fantastisch. Maar meestal is het bij Ankerveen toch, nou jongens, ik heb daar mensen zien vallen, Ruud. Nee, maar je was in Bussum. Had je op jouw zwembad ijs? Ooit wel. Zit er geen water meer? Nou ja, zwembad, laten we het nou niet gaan overdrijven. Het is 5,5 meter in doorsnee. Hè? Het is rond, toch? En het is ooit een leuk idee geweest om dat te doen. In een soort van rijtjeshuis, een zwembad. Maar toen hebben we één keer het niet leeg laten lopen gedeeltelijk en behandeld. Toen zei die man van de zwembaden, mijn grote vriend Daan Stork, die zei nee, we doen het niet. Maakt niet zoveel uit, we laten gewoon het zwembad open en bevriezen. En dan houden we een klein stukje open. Voor de eentjes? Ja, voor de eentjes. Nou, en dat lukte aardig totdat het was naar 19, ik denk uit mijn hoofd, 97. Als je een beetje naar beneden doet, dan zit je in het beeld van de kamer. 97, dat zijn we al voorbij de molen, nee hè? De molen komt zo direct. Oké. Nou, en in 97, ik vermoed toen met de Elfstedentocht 97. Nou ja, ik heb al die Elfstedentochten naadloos opgenomen van de opening tot sluit. Ja. Op VHS en deze ook. En toen dacht ik bij mezelf, nou, dat ijs is dik genoeg op het zwembad. Als ik nou die Elfstedentocht mee ga schaatsen op mijn eigen zwembad, tijdens dat de Elfstedentocht is, heb ik toch een beetje het Elfstedentocht gevoel. Ja. Nou, en dat heb ik een aardige stukje vol kunnen houden, hoor, moet ik zeggen. Ik heb niet die hele 200 kilometer?
T20. Ja, ja. Zoiets. Heb je niet geschaatst op de Ik heb een mini Elfstedentocht gedaan. Maar rondjes. Precies tijdens die Elfstedentocht, dat ik denk dat Henk Angenent. De molen. Oh ja. Henk Angenent toen won. Ik weet niet wanneer de laatste Elfstedentocht was. Ik dacht 97.